Dag liefje vriendjes, hoe is het met jullie? Hier is het goed. Ja, het is gewoon prima. Ja, en de dagen worden langer. Het is wat lichter buiten. Ik ruik het voorjaar. Ik zag al sneeuwklokjes staan. Ik denk dat het allemaal goed komt. Ik denk dat we binnenkort van alle ellende af zijn. De gezeur met het corona is al bijna weg. We hoeven straks niet meer onze codes te laten zien om ergens binnen te mogen. Wat staat ons nog in de weg? Niets? Nou, dan wordt het tijd voor een mooi reviewtje. Ja dan, niet dan. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft dag met je opgestuurd? Laten we gaan kijken. Hey! Milka, dat is chocoladekoek. En ja, ik heb niet zoveel met chocolade. Helemaal niet met die gore melkchocolade die overal in zit. Maar goed, Milka is bekend van de chocolade. Maar dit zijn cookies. Dit zijn niet alleen maar chocoladerepen, wat ze altijd ook nog meer hebben. Nou, hier hebben we een cookie sensation met Oreo filling. Nou, wat leuk zeg. Overal pleuren ze die Oreo maar in. Maar van Milka doen ze dat dus ook. En hier hebben we Choco Sensation Choco Fondant filling zit er dan in. Dus ook een soort choco cookie met een van de troepie erin. Nou, dan hebben we hier cake met chocolade erin. Goh. Toen dachten ze om het dan maar helemaal wel vast te maken. Hebben we dus een soort negenzoenen. Nee, dat mag niet meer zo heten. Een soort een chocoladebulten met een koekje erin. Ik heb laatst gezien dus in de supermarkt dat ze dus, ik ben opgevoed met, opgegroeid met negenzoenen. Dat heet tegenwoordig zoenen. Maar ik zag ook dat de jodenkoeken tegenwoordig oude koeken heet. Hé? Oude koeken. Klonk daar niet heel gezond. Ja, laten we maar gewoon gaan proeven, jongens. Daarvoor zitten we hier. Binnenkort zal chocolade ook wel verboden worden of zo. Ik weet het niet. Ik heb nog wel het gevoel dat er heel veel verboden wordt of veranderd de laatste tijd. Maar het zal me wel. Nou, kijk. Dat ziet er toch eigenlijk hartstikke leuk uit, de cookie. Dat vind ik een leuk cookie. Dat ziet er leuk uit als een leuk cookie. Dan denk ik dat ik gelijk het andere pakje ook even opentrek. Maar dat is gewoon zijn donkere broer. Ik weet niet of je dat nog mag zeggen, donkere broer. Maar het is wel zo. De lichte broer en de donkere broer. En er zitten allemaal chocoladespukkels in. Alleen de vulling is anders. Nou, we gaan eerst met deze beginnen. Met het choco fondant en de binnenkant. Nou, kijk, dit is die hoor. Het is gewoon een zandkoekie. Weet je. Gewoon een zoet zandkoekie. En er zit dus een soort chocoladepasta in. En chocoladebultjes. Is het lekker? Ja. Dit is een prima chocokoekie. Voor mij hoeft dan die troep in de middenkant niet. Maar. Ik vind het een lekker koekie. Het is een goed gelukkig koekie. Hoe zal het zijn broer zijn? Zijn donkere neef. Ja, ook goed. Want het is dus hetzelfde deegje. Alleen dan wat opgebruind met een beetje cacao waarschijnlijk. Dezelfde chocoladebolletje zit erin. En hier zit dan die troep van Oreo in. Die vanilleprut. Nou, die vanilleprut is niet echt heel lekker ingegaan. Ik zie het verschil tussen het pakketje en het echte cookie. Hier zit een beetje. Hoe is het cookie? Prima, het is wel een lekker cookie. Ik ga er niet te veel van eten, want anders word ik weer kots en kots misselijk. Maar eigenlijk had ik verwacht dat die chocoladekoekjes minder lekker zouden zijn. Ze zijn lekker zoet, ze zijn lekker broos. Het is echt van het zandeeg. En hier zit die vanilleprut in van de Oreo, tenminste. Als ze het niet vergeten zijn. Hier zit de chocoladeprutje in. Prima koekjes hoor. Nou, dan gaan we even over naar de... Ik begin al iets misselijk te raken. Naar de cakeys. Oh, dat hebben ze dan leuk in zijn zakje gedaan. Dat vind ik nou leuk. Dat is ook niet zo heel raar, want anders is de cake nog wel droog. Hè? En ze verkopen natte cake, maar droge cake is niet te verkopen. Dat weet ik nou al. Nou, kijk. Hier, hartstikke nat. Hartstikke nat. Hier, plakt helemaal. Oh, dat is... Dat zijn weer chocolade... Godverdomme. Ze hebben er niet alleen chocoladebulten opgezet. Maar ook hier hebben ze dus een hele kledder van die chocopasta in gram. De cake is super nat. Een enorm natte spons. Dit gaat mij te ver. God, dat blijft nog in mijn huid hangen.
stik ik straks godverdikke in een Milka cake. Ja, ik ben er weer. Geen zorgen, u hoeft niet 112 te bellen. Maar het was bijna klaar. Ik geef je toe. Ik dacht dat het einde nabij was. Maar de cake met chocovulling erin. Die cake is ongelooflijk nat. Ongelooflijk zoet. Er zitten dus brokken chocola in. En nog helemaal aan de middenkant helemaal vol met chocoladepasta. Ik moet bijna overgeven. Ik moet bijna spugen. Ja. Niet alleen voor zoetheid, maar ook omdat ik bijna stikte. Ik schrok er een beetje van. Is dit lekker? Nee, dit is te veel. Dit is too much. Dit is too much chocolate. En natte cake. Ik ben er helemaal naar van. Wat een smerig ding zeg. Als je er godverdikke niet in stikt, dan sterf je wel aan dat het gewoon niet te bunkeren valt. Het begon zo lekker met die twee leuke cookies. En dan komen ze met zo'n vieze nat cake met veel in. Verschrikkelijk. Nou, daar heb je de chocoladebultjes of zo. Ja. Moet tegenwoordig oppassen met wat je zegt. Hier. Het is niet te geloven, maar de vulling is wat vroeger in een negerzoen zat. En dan zit er een koekje onder. En ik zal je iets heel grappigs vertellen. De negerzoen, de zoen, tegenwoordig zoen, die is erg lekker. De nagemaakte zoen van Milka is helemaal niet lekker. De hele slechte nagemaakte, je weet wel, zoen. Cookie is anders, maar niet lekker genoeg. Hij is niet groot genoeg. Het schuim erin is minder. Het is gewoon een slechte, je weet wel, zoen. Het begon zo goed met die twee leuke cookie sensations. En daarna komt dit smerige cakey en deze slechte namaken, je weet wel, dingetjes, dangetjes. Ik ben er verdrietig van, maar goed, geen tijd om te huilen, want het is tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes voor een slagveld voor Milka. Ga lekker chocoladerepen maken, maar blijf lekker uit het hele koeksegment. Want dit is een moordwapen. Dit een natte cakeje gevuld met glibberige natte chocolade. Pasta is een aanslag. Een aanslag omdat je er aan kan sterven qua dat hij stikt. Dat hij je hele luchtpijp dicht houdt. Dat hij je verhemelt te plakt. Maar ook omdat het gewoon zo vreselijk zoet en nat is dat je wordt er niet lekker van. Ik vond het een 3. Dat is een puinhoop. Het is niks. De Milka, hoe heet dat ding eigenlijk hier? Melo Cakes. De Melo Cakes van Milka. Wat een remake is van de Zoen voorheen 9 Zoen. Het is een waardeloze remake. Het is niet gelukt. Het is niet lekker. Het is niet goed. Kom niet in de buurt. Het is een 4. Hooguit een 4. Doe het dan niet. Weet je, zeg dan gewoon, wij branden ons er niet aan. Ook goed. Maar dit is een wanproduct. De cookie sensation met de Oreo filling van de Milka. Die is dus wel te nakken. De koekje is lekker. De deegje is lekker. De vulling, als die erin zit. Want het is wel een beetje een, ja, laat ik zeggen, een puinhoop, die cookie. Is natuurlijk ook lekker die vinyl prut van die Oreo. Dit is gewoon echt een goed cookie. Die cookie krijgt van mij gewoon 6. Zo'n prima cookie. De winnaar is de Sensation Cookie met chocoladevulling. En dat is gek, want ik hou niet van chocolade, zoals jullie weten. Ik word er misselijk van. Ik moet ervan spugen. En verdrietig. Ook heel veel verdrietig. Heel veel huilen. Punt is alleen, dit cookie is goed. De chocoladebolletjes zijn goed. Het zandcookie zelf is goed. En die vulling is niet heel heftig, maar die maakt het nog even iets gezelliger dan het al was. Ik vind dit cookie gewoon een dikke 7. Ja, ik geef gewoon een chocoladecookie een dikke 7. Ik kan mij godverdikke nog bommen. Ik heb net de dood in de ogen gezien. Ik zag de witte tunnel naar het hieramaals, zag ik bijna, door de cakey. Ik geef gewoon een hoog cijfertje. Ik ben gewoon blij dat ik er nog ben. Shemme la vie. Zong, god, hoe weet dat mensen nou nog. Nou ja, het zal wel. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot snel. Dag.